Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag, welke datum? 26 juni en ik ga voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je daar heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Oké, meestal open ik de vlog in mijn kamer, maar het is ook een beetje een andere dag dan normaal dat ik zou beginnen. Vorige week was ik ook de weekvlog op vrijdag begonnen en ik vond het gewoon heel erg fijn. Want dan heb je gewoon meer de leuke dingen vooraan. Dus ik dacht, ik doe dat lekker. En ik sta dus nu met mijn auto voor school. Want ik moet zo een toets maken. En dan heb ik lekker weekend. Ik ga straks even met Yves even gezellig wat doen. Dus ik heb bijna geen make-up op. Want anders dan is het natuurlijk niet goed voor je huid. Ik heb ook nog een leuk pakketje. Dat zag ik net binnenkomen. Die ga ik straks ook even openmaken. Ik dacht eerst, ik doe het nu. Maar ik ga nu gewoon naar school toets maken. En ik ben benieuwd. Het zijn de kennisbasistoetsen. Voor de mensen die het willen weten van de PABO. Dus ik hoop dat ik het haal. En ik ga nu even mijn camera weg. Oké, ik ben klaar met de toets. Hij ging niet super goed of zo. Dus ik weet het niet. Maar ik heb volgend jaar ook nog een kans. Ik zit er echt een beetje doorheen met die toetsen. Ik heb er echt geen zin meer in. Ik denk dat wel meer mensen daar last van hebben. Ik ga in ieder geval nu naar huis. Dan komt Yves me ophalen. Gaan we lekker naar het strand. Ik ga thuis nog even een pakketje unboxen. Dus dat is prima. Ik ga in ieder geval nu naar huis rijden. Okay, nou, ik ga eindelijk even het pakketje openmaken. Want ik wilde hem gisteren eigenlijk ook openmaken. Alleen toen was het in een andere weekvlog. En ik vond het wel leuk om deze weekvlog te doen. Ik heb namelijk een sieraad ontvangen van mijn Instagram account. Boza sieraad. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik zal het altijd in de beschrijving zetten. Ze hebben echt hele leuke dingen. Ook wel wat, laat maar zeggen, specialere dingen dan bij andere webshops. En daarom vind ik het ook heel erg leuk. En deze hadden ze speciaal voor mij gemaakt. Hij zit goed verpakt. Heel erg leuk verpakt. En, oh ja, het licht is een beetje slecht. Zo. En erin zit dus een ketting met de J. En die vond ik heel erg leuk. Dus die kan je ook in het goud of in het zilver kan je die bij hem bestellen. Ze hebben heel veel verschillende soorten kettingjes. Ik ga hem er even uithalen. Heel erg leuk verpakt. Ik had hier al een keer eerder volgens mij een samenwerking mee. Maar zo al een tijdje geleden. Oké, dit is de ketting. Het is gewoon een zilveren ketting. En daaraan hangt dan een J. Heel erg leuk. Ik ga nu naar het strand. Dus nu lijkt het me niet heel slim om te doen. Maar ik ga hem sowieso morgen wel even aan jullie laten zien. Dus dan zit hij zo. Heel erg leuk. En ik zie ook nog dat er oorbellen bij zitten. Heel erg lief. Ook hele leuke. Deze oorbellen. Heel erg leuk. Ik ga deze nu in doen. Dat vind ik niet erg naar het strand. Maar bij die andere ben ik een beetje bang. Nou, ik doe die andere eigenlijk ook wel. Ja, echt heel erg leuk. Vandaag zaterdag. En ik heb me net even opgemaakt. Ik moet nog daarna even douchen. Maar ik moet nu werken 3 uur. Dus ik dacht, oh nee, ik ga daarna ook skileren. Dus ik dacht, ik doe nu gewoon nog even mijn vette haar in de staart. Mijn mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. Nu werken, skileren en dan klaarmaken. En vanaf lekker uit eten. Heel veel zin in. Dus wordt weer een lekker dagje. Ik heb gisteren een planning gemaakt voor school. Ik had echt heel veel stress. Dus ik dacht, dit is echt heel handig om te doen. Dit kan je gewoon printen. En dan heb ik even de laatste dingen ingeschreven. Ik ga nu lekker werken. Het is inmiddels zaterdagavond. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. En ik ga zo meteen lekker uit eten. Ik ga nu eerst nog even een drankje doen. Dus ik heb even, ik weet niet wat voor weer het wordt. Dus ik dacht, ik kan beter dit aan en een jasje eroverheen doen. Want dan zit het altijd goed. En ik twijfel een beetje. Ja, nee, dit ga ik aandoen. Dus ik ga nu mijn camera meenemen. En dan zien jullie mij zo meteen weer. Meiden. Oké, we gaan nu lekker tapas eten. Heel veel zin in. Heel veel honger. Trek bedoel ik. Ja. Trek ook.
Het gaat nu net regenen. It's raining men. Ik had echt een paraplu mee moeten nemen. Wat stom dit. Ja, ik dacht dat het niet zou komen. Au. Volgens mij zijn echt hetzelfde met die blazer. Ja. En jij hebt dus gewoon... Hoe heet het? Vandaag zondag. Ik heb net even wat make-up opgedaan. Even me omgekleed. En ik ga vandaag proberen de hele dag aan school te werken. Ik moet waarschijnlijk morgen de hele dag zelf doen omdat mijn mentor ziek is. Dus dat is ook wel spannend op stage voor groep 7. Dus dat in ieder geval. Ik ga dus proberen de hele dag aan school te zitten. Misschien ga ik nog even skileren. Ik moet even kijken. Ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb. En het zijn gewoon echt de laatste weken en ik moet nog best wel veel doen. Maar als ik dat af heb, heb ik lekker vakantie, heel veel zin in. Dus dat eigenlijk wel prima. Ik ga in ieder geval... ik ga nu gewoon even ontbijten en dan ga ik gewoon rustig aan school beginnen. Het heeft ook geen haast, omdat ik vandaag natuurlijk niks meer te doen heb. Dus dat is prima. Ik heb helemaal niks meer gefilmd. Ik heb eigenlijk best wel lang aan school gezeten. Mijn mentor is ziek, dus ik ga morgen gewoon zelf de hele dag les geven. Misschien had ik dat al verteld, geen idee. Maar ik heb in ieder geval best wel veel gedaan. Ik heb mijn vlog geëdit. Ik heb net weer bij Shein besteld, omdat ik merkte dat de video gewoon goed bekeken werd. En ik zag een aantal hele leuke dingen. Dus daar heb ik lekker weer besteld om daar een video over te maken. En ik ga nu gewoon verder met... video's kijken en dan zien jullie mij morgen. Is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren volgens mij niks gefilmd. Ik heb dus maandag, dinsdag, woensdag stage voor deze week. En morgen is mijn laatste stage dag. En gisteren had ik dus heel lang stage. Ik moest alleen draaien. En toen daarna, wat had ik daarna ook weer? Oh ja, daarna moest ik werken. Dus toen heb ik niks gefilmd. Ik ben nu net terug van stage en daarna ging ik cadeautje kopen voor mijn mentor en voor de kinderen. Morgen is dus mijn laatste stage dag. Echt super jammer. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb al even wat leuke dingen gekocht. Dat zal ik zo meteen even filmen. Ik ben net thuis. Het heeft net geregend. Ik ga gewoon in bed even liggen. En dan ga ik straks de rest doen. Want ik moet ook nog even een spel voorbereiden voor morgen wat ik met ze kan doen. Dus ik moet even kijken wat leuk is. Ik ga in ieder geval nu even in bed liggen. Want ik ben... helemaal kapot. Ik kan gewoon niet meer. Oké, ik was echt heel erg moe. Maar ik ben toch even gaan skileren met C. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Voor morgen. Dit is de enquête die ik heb afgenomen in mijn klas. Over hoe ik lesgeef. Dus die moet ik straks even bekijken. Dan heb ik voor de kinderen gelpennen. En van deze snoepjes. Moet in een verpakking zijn. Voor mijn mentor heb ik een setje. Met deze mokken. Deze bordjes. Gewoon eigenlijk een ontbijt. En nou, gewoon een setje met allemaal dingen. Ook nog grote borden. En een kaart met bedankt erop. Twee van alles twee. En dit is blijkbaar lievelings. Rooibos thee en een theeglas. Nou, ik vond dit wel prima. Ik ga het nu even inpakken en dan ben ik klaar voor morgen. Oké, de tractatie is klaar. Dus ik heb gewoon pennen en deze snoepjes. Deze snoepjes zijn ook mijn lievelingssnoepjes. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk om te tracteren. En dit zijn de cadeautjes voor mijn mentor. Ik had vandaag... het is vandaag woensdag. Ik had vandaag mijn laatste stagedag. Ik ga morgen even de cadeautjes filmen van de kinderen. Ik kan natuurlijk niet alles filmen in verband met privacywet. Maar zij vinden het ook heel erg leuk als ik alles laat zien. Dus dat ga ik zeker doen.
ik ga nu in ieder geval even met Eve. Gaan we even samen even een ijsje halen of zo. Ik zie er echt niet uit. Maar ik ga zo meteen alles laten zien. Ik heb echt hele leuke dingetjes gekregen. Het is vandaag donderdag. Het is eindelijk een dagje dat ik weer vrij ben. En ik heb me net even opgemaakt. Ik moet denk ik nog wel eens mijn mascara boven mogen halen. Dat doe ik eerst even. Gisteren had ik dus mijn laatste stagedag. Echt heel erg jammer. En ik ga nog wel op school nog wat dingetjes doen. Dus ik zie ze nog wel. Alleen ik had nog beloofd om te vertellen wat er nou precies gebeurde. En dat had ik ook beloofd aan de kinderen. Ik kan natuurlijk geen namen zeggen in verband met privacy en zo. Maar ik dacht het wel erg leuk te vertellen hoe het gebeurde. We hadden dus pauze en ik kwam binnen in het lokaal. En toen was het lokaal echt helemaal versierd. Echt zo super lief. En mijn stoel was helemaal versierd. En er hingen slingers en zo. Echt heel erg schattig. En toen kreeg ik dus eerst een filmpje te zien. Waarbij ze dus allemaal een blaadje vasthouden met... Volgens mij stond er: doei lieve juf Janette, we gaan je missen, zoiets. Heel erg schattig. Toen kreeg ik nog een cadeautje. Ik zal alles er even bij pakken. Ik heb alles hierin gedaan. Ik kan het natuurlijk niet helemaal filmen. Maar wel een beetje. Dus deze blaadjes hadden ze dus vast. En dat was dus een heel kort filmpje. Heel erg schattig. En ze hebben dus op elke bladzijde hebben ze dus iets getekend. En dingen geschreven. Ze hebben ook dingetjes met TikTok. En met hondjes. En precies allemaal dingen die ik leuk vind. Ook heel veel McDonald's dingen. Wat ik heel erg grappig vond. Kijk, was dat deze? Hier allemaal McDonald's dingetjes geprint. Heel erg leuk. Dus deze ga ik bewaren en er staan ook alle namen in. Dan had ik nog heel erg lief van een meisje uit mijn klas een kaartje gekregen. Erop zat juf Janette, dit kaartje, lieve knuffel. Met daarin: hoi juf Janette, wat jammer dat je weggaat. Je hebt me heel veel bijgeleerd en je was een fijne juf. We zien elkaar vast nog wel een keer voorbij lopen. Echt heel erg lief. En... toen heb ik ook deze gekregen. Ik heb er gisteren al uit gegeten. Oeps. Heel erg lief. En dit boek heb ik van mijn mentor gekregen. Het boek zonder tekeningen. En ik wist echt niet dat dit bestond. Maar ik vind het zo leuk. Want ik wil natuurlijk bij het jonge kindstage gaan lopen. En er staan dus geen tekeningen in. Die moet je dus een soort van zelf erbij verzinnen. Ik weet nog niet precies hoor. Ik heb het nog niet gelezen. Maar wel heel erg lief en heel erg leuk. Dan echt iets superleuks. Echt heel erg origineel. En dat is namelijk... ik heb een theebox gekregen. Ik kan het dus niet filmen, want die... dan zie je die namen staan. Maar het is dus een theebox. En eromheen staan alle namen. En daarin zitten dus allemaal theezakjes. En op elk theezakje staat er dan van het kind en dan voor juf Janette. En dan hebben ze het helemaal zelf ontworpen. Dus dan hebben ze er bijvoorbeeld opgezet: ik ga je missen. Of ze hebben een TikTok dingetje erop getekend. Heel erg schat. En in elk zakje zit dus dan een theezakje. Heel erg leuk. Heel erg blij mee. Ik heb dus nu eigenlijk een soort van vakantie. Ik moet nog een paar dingen doen voor school. Ik moet vandaag wel een verslag afmaken. En dan heb ik ook vakantie. Maar in ieder geval, ik ga nog wel met groep 8 mee op kamp. En ik ga nog verder met de film filmen. Dus dat is heel erg leuk. Maar volgens mij heb ik deze week niet zoveel gefilmd. Ik heb het gewoon deze week. En volgende week tot woensdag nog heel erg druk met school. Daarna heb ik ook lekker vakantie. En daarom kon ik niet zo heel veel filmen. Volgens mij had ik zaterdag wel best wel veel gefilmd. Dus ik vind het ook niet heel erg als een weekvlog een keer wat korter is. Maar dan weten jullie dat. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de video vonden. En de Shein shoplog is echt super goed bekeken. Dus er komt een nieuwe Shein video aan. Omdat ik het ook heel erg leuk vind om daar te bestellen. En heel erg bedankt voor het kijken. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!